moet je een nieuw gedicht voor het eerst van jezelf beluisteren. Ja, dat blijft ook gewoon leuk, daarom ben ik er gewoon heel graag. En vindt Tineke het volgens mij ook na 14 jaar nog steeds leuk. Hè? We ons al laten horen voor Tineke! Zo mensen, we gaan nog even een klein half uurtje knallen, genieten. En we beginnen met Erwin de Liberian! Dankjewel, maestro. Eind december overleed niet alleen Jules, maar ook een Rotterdamse kunstenaar, Alex da Silva, 45 jaar, tijdens een spelletje basketbal op de Caferense eilanden. Hij heeft onder andere het slavernijmonument ontworpen op de Lourdeskade. Shit. Het Vita Brevis Ars Longa, in memoriam Alex da Silva. Je kwam over het water, het schuldige water, dat je vader heeft gedragen. Dat sterke lichaam met een geest ouder dan Afrika, dat eens jouw lach heeft gedragen. De zilveren dansers van hun ketenen bevrijd, die door het gestileerde staal worden gedragen. Kaapverdianen, kunstenaars, vrienden, Rotterdammers kortom, je werd door hen op handen gedragen. Maar de dood heeft jou voortijdig tot zijn slaaf gemaakt. En dat is voor ons nauwelijks te verdragen. Dank u wel. En deze ronde is ook gewoon weer een uitgestelde verlengde.